Ja, we gaan het namelijk hebben over zingen. En wel over één zangeres, een ex-Pussycat-zangeres, Toni Wiele, die voor de tweede keer is uitgeroepen tot country-zangeres van het jaar. En zij is vanochtend bij ons te gast. En dat vinden we uiteraard hartstikke leuk. Welkom. Ondertussen verniel ik hier het meubilair. Mooi. Ik hoop niet dat de baas kijkt. Hey Ton, je bent voor de tweede keer uitgeroepen tot country-zangeres van het jaar. Dat ja. Moet je ongetwijfeld beren trots maken, hè? Daar ben ik ook heel trots op, want... Het is in feite de eerste onderscheiding die ik kreeg als solo-artiest. En ja, dat betekent toch wel heel veel. Ja. Bovendien betekent het meer werk. Ongetwijfeld. Ja. Dus daar houdt ook een beetje poen aan vast. Je hebt trouwens ook de Gram Award gekregen. Ja, dat is... Die zullen we zo even zien. Wat is dat voor prijs? Nou, het is een gala in het leven geroepen door de Dutch Country Music Association. En het is gebaseerd op de uitreiking zoals dat bij de ESON gebeurt. En... Dan worden beste zangers genomineerd, zangeressen, groepen, akoestische groepen, radioprogramma, country festivals, dat zijn allemaal genomineerden en dan word je misschien gekozen. Ja. En de beloning is dan zo'n Grammy Award, dus ik heb er inmiddels 3 thuis staan. Netjes, het gaat goed met je, hè? Ja, ja. Ja, het gaat goed. Zie je, je straalt erover. Country muziek is bij ontzettend veel mensen heel populair. Ja. Toch als ik de radio bijvoorbeeld aanzet, ik hoor nauwelijks country muziek. Hoe komt dat? Ik vind dat het in Hilversum sterk ondergewaardeerd wordt. Dan zeggen dat wel meer mensen, maar country is ook veel uitgebreider dan de meeste mensen denken. Men denkt bij country in eerste instantie aan Johnny Cash en Tammy Wynette. Maar er gebeurt zoveel meer op dat gebied. Je hebt country rock, je hebt door blues beïnvloede country. En zoals je misschien dadelijk zult merken bij mijn opname, daar zit een Dixieland bij. Ja. Er is zoveel mogelijk in country muziek. En, eerlijk gezegd denk ik dat de wereld een stuk vriendelijker zou zijn als er iets meer countrymuziek gedraaid werd. Is dat zo? Ja, denk het wel, ja. Ja, Amerika is dat bol van de countrymuziek, ja. Ik ben er zelf al eens een paar keer naar zo'n country festival geweest. Ja. Dat is sfeertje in optima forma, hè? Ja. Hoe is dat hier in Nederland? Precies hetzelfde. Dus je kunt er naartoe gaan zoals je wilt. Er lopen er natuurlijk ook een hoop met cowboy hoed. Daar ben ik zelf niet zo'n... Tenminste, ik hoef er geen op. Maar... iedereen doet dat waar hij zin in heeft. Er is genoeg te eten, er wordt een hoop gedanst. Square dance is dan een soort volksdans voor de country muziek. Mm-hmm. En ik heb er eigenlijk nooit ruzie mee gemaakt of zo. Ik sta 10 keer liever op een country festival dan in een discotheek. Ja, gewoon een lekker sfeertje dus. Ja. Nou, we gaan straks even verder een beetje praten. Ik niet, maar dat doet Catherine dan. Eerst even kijken naar een clip die we gisteren hier met je opgenomen hebben. Van de laatste cd van Toni Wiele, New World to an Old Love Song. Klopt dat? Lange titel, hè? Ja. New World to an Old Love Song. Ik heb de bril weer niet op, dus dan krijg je dat soort dingen. Ik ook niet. Goed, Toni Wiele en dit is van die cd Roll On. Got some roses.
camera's mee te swingen, dus daar ga je vanzelf meedoen, hè. Dat was Toni Willé en zij is countryzangeres van het jaar geworden. En u zag de opnames bij ons in de studio, een vrij rokerige studio, met daartussendoor shots van de regiekamer. Toni, had je geen last van de rook? In mijn rug, ja. Niet van de rook. Oh. In de rug had ik last van de lampen, maar van, ja, als die erg sterk werd, dan sloeg dat wel een beetje op mijn longen. Hoe heet dit lied? Het is Roll On en het is geschreven door Werner Teunissen, die destijds ook Mississippi en veel andere liedjes, bijna alles, voor Pussycat schreef. Ja. Een Limburger, dus puur. En dan is het goed, hè? Vind ik wel, ja. ja, want het valt niet te ontkennen dat je uit Limburg komt. Nee, en dat wil ik ook totaal niet ontkennen. Ik vind mezelf redelijk algemeen beschaafd Nederlands spreken, maar met een zwaar accent. En mij is wel eens geadviseerd door collega's om dat aan te passen aan aan de heersende moed. Maar, waarom? Je moet gewoon zo blijven als je bent. Ja, vind ik zelf wel. Ja, uit welke plaats in Limburg kom je? Ik kom uit Brunssum. En daar woon je ook nog steeds? Daar heb ik mijn hele leven gewoond en ik zie me daar ook wel mijn hele leven blijven wonen, ja. Limburgers hebben altijd iets met hun eigen land, hè? Ze zijn er zeer aan verknocht, of is dat een voordeel? Ja, ik denk dat er zijn wel Limburgers die weggaan, maar die hebben toch eigenlijk een iets andere mentaliteit dan de Limburgers die blijven. Want de meesten willen helemaal niet weg, nee. En het is er inderdaad erg mooi. Niet zozeer in de mijnstreek waar ik dan zit, waar het ook wel mooi is, maar de mooie gedeeltes die gaan meer het Geuland in en die voorlopers van de Ardennen en zo. Ja. Het is er heel fijn wonen en het is heel aardig volk. Ze zijn iets minder spontaan en kunnen iets minder voor zichzelf opkomen dan wat wij Hollanders noemen. Is dat zo? Ja, vind ik wel, ja. En dat is best wel jammer. Maar hoe dat komt, weet ik niet. We zijn een beetje timide. Ja. En, niet als je daar op dat toneel staat. Nee, wat we net zijn. Ik ben ook gegroeid, zal ik maar zeggen. Toen ik een jaar of 15 geleden voor het eerst in Hilversum kwam, toen was ik ook bang. Of bang is misschien niet het goede woord, maar je voelt je niet echt op je gemak. En in die 15 jaar kreeg ik inderdaad nog steeds allerlei opmerkingen aan mijn hoofd. Ja? Ja. Over dat accent? Ook over het Limburger zijn. Zo van Belg, dat betekent ben eerst Limburger geweest. Of Limburgers, dat zijn dan Belgen die Duitsland niet denken, oh, zoiets. En ik kan me wel voorstellen dat als je dat niet gewend bent, dat af en toe hard aankomt. Ja. Als je weinig zelfvertrouwen hebt, dan kan dat hard maar aankomen. Maar je trekt je er toch alsjeblieft niks van aan? Ik trek me er ook niks van veel te leuk om te horen. Ja, je gaat heel veel optredens doen, hè, de komende maanden. De barst van de countryfestivals. Ja. Maar je hebt ook twee kinderen. Ik heb twee kinderen. Ik heb een zoon van 9, dat is Nicky. Ik weet niet of die nog een... Nee, hij zit nu op school, denk ik. Nicky, die is 9 geworden in maart. En ik heb nog een dochtertje van 1. Dat is Kimberly. En die is op het moment bij mijn zus, Joke. Die zit te babysitten, zal ik maar zeggen. Ja. Waar ik eigenlijk liever zo min mogelijk gebruik van maak. Ik heb gelukkig een hele goede oppas, Jeanette. En die kan bijna altijd, maar in verband met het hele vroege uur... En in verband met het feit dat mijn man voor zijn werk ook weg moest, zit hij ook nog daar. Ja, ja. Zeg maar, als je dus avonds, dan zijn de kinderen gewoon in dan bed. Dan zijn ze in bed. Ja, kan je, en dan pas je man op of zo? Vaak wel, maar Jeanette ook. Dus, Even iets over, je hebt er straks met Mark gepraat en toen zei je, als er meer country music werd gespeeld, dan zou de wereld er heel wat vriendelijker uitzien. Hoe bedoel je dat nou? Ja, als ik daar zelf iets dieper over nadenk, dan... Denk ik dat is omdat ik vind dat er best wel veel agressie is op het moment. Ik vind het best wel angstaanjagend. Vooral als bij ons, het lijkt net of het steeds dichter in de buurt komt. Vroeger gebeurde alles ver weg of in een ander land of zo. Maar als je ziet wat bij ons in de omgeving aan moorden en verkrachtingen, ja, op de nuchtere maag, maar goed, gepleegd wordt, dan vind ik best angstaanjagend, ja. En dan denk je dat je als je dit soort muziek speelt, nou ja, je zag wat er net achter de camera gebeurde, dat iedereen meteen inhaakt en mee gaat staan deinen. Het is hele vrolijke muziek. Het is ook heel emotionele muziek, vind ik, country. Want er zei laatst iemand tegen mij dat ik eigenlijk beter soul kon zingen. Maar ik vind dat er in country heel veel soul zit. Ik kan er alle kanten mee uit. Dus. Ja. Wil ik niet zeggen dat er geen andere leuke muziek is. Er is muziek is voor mij gewoon gevoel. En dan maakt het niet uit in welk genre dat is, maar... country spreekt me toch wel heel erg aan, ja.
Het is in ieder geval heel lekker om naar te luisteren. En je hoort het relatief maar weinig op de radio. Ja, jij hebt die prijs gewonnen, die staat hier op tafel. We gaan een beetje het gesprek afronden. Ik wilde je twee vragen stellen waarvan ik weet dat die heel vaak aan je gesteld worden. En daarom stel ik ze ook, want ik zou er zelf eerlijk gezegd niet opkomen. Maar dat doet het grote publiek. Wanneer begint Pussycat opnieuw? Ja. Nou, het is inderdaad zo dat we geregeld nog aanbiedingen krijgen, maar het klinkt ongelooflijk, maar wij zijn 25 jaar bij elkaar geweest. We zijn zussen en ik denk dat na die 25 jaar de koek zo ver op was, dat we op het moment eigenlijk alle drie nog niet echt behoefte hebben aan een reunie. Maar ik zeg nooit nooit. Dus. Nee, want dat kan altijd nog gebeuren. Ja. En dan een vraag, ja, sorry, ik zou er nooit op komen, maar je hebt het mezelf aangegeven. Ze beginnen altijd over mijn tanden, ja, zei jij. Ja, ja. Ja, of ik daar nog, vorige week vroeg me nog iemand of dat niet lastig zingen was. Ik zeg, ik weet niet hoe het is als je ze anders hebt, dus ik weet niet beter. Kun je de volgende keer zeggen, ik zing er gewoon tussendoor? Ja, dat is wel. Kan het dus proberen. Nee, Tony, hartstikke bedankt voor het komen. En heel veel succes met je rondreizen en je optredens. Dank je wel. En goed aan je kinderen. Wil je niet even gedag zeggen? Even kijken, was het goed? Oh, daar. Tot straks, hè. Een uur of 11, denk ik. Koffie klaar. Echt Limburgs. Met fly. Straks bij RTL Veronique. Het laatste gedag.